Oh, Pookie. Pookie is echt niet te vertrouwen met die ene. Oh! Je komt niet meer in de vlog, dus ik sta gewoon hier. Ik ben gedegradeerd. Gadverdamme. Ja, ik heb dit dus thuis ook, maar dit is nog wel even... Zijn we ready? Aan jullie de eer? Jullie maar eerst? Ik zal je even filmen trouwens. Hi. Hoi, Nicky. Ja, zo. Wauw. Sowieso zit ik in de maand mei erin. Jongens en meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben hier net heerlijk wakker geworden en het is vandaag... Ik ga even checken welke dag het vandaag is, want het is vandaag 17 april. Voor jullie is het 18 april, omdat ik altijd één dagje achterloop met de vlogs. Maar jongens en meiden, een hele goede morgen. Het is dus inderdaad vandaag 17 april. En zoals ik van de week verteld heb ik dus besloten, ondanks alle twijfels en alle dingen waar ik de laatste 4 maanden zo erg over nagedacht heb, om toch hier te blijven in dit prachtige unieke huis. En daardoor, doordat ik die keuze gemaakt heb, omdat ik het natuurlijk zo vaak erover gehad heb in de vlogs, kunnen we dus zo snel mogelijk hier zo in dit huis het interieur gaan aanpassen, jongens en meiden. Wat natuurlijk super gaaf is, want dat betekent dus dat die plannen 100% doorgaan en dat wij waarschijnlijk dus ook al hier in mei kunnen gaan beginnen. En dat is uiteraard al binnen 2 weken, super snel. En voor de mensen die zijn vergeten hoe het eruit zag, laat ik eventjes een flashback gooien naar een vlog waarin ik jullie de interieurplannen liet zien. En dan komen we eigenlijk bijna bij het laatste gedeelte en misschien wel het gaafste. De nieuwe televisiekamer, waar nu dus mijn grote ramen zit. Je ziet ook dat gaskachel die blijft. Andere lampen. Echt compleet anders. Maar die haard, dat wordt dus ook een doorkijkhaard. Dus dat je nu aan allebei de kanten er, als het goed is, doorheen kan kijken. Maar het plan ligt er, de ideeën zijn er. En ik vind het er wel echt zo 10 keer sfeervoller uitzien dan hoe het nu dus op dit moment is. Wow, yo. Echt compleet anders. Super gaaf. Straks is hier een doorkijkhaard ook. Dat je dus gewoon een open haard hebt van allebei de kanten. Dit wordt een heel groen blok. Dat wordt dichtgemaakt. Die brandblussers, die gaan dus waarschijnlijk naar een andere plek of weg. Hé, ik heb hier een idee mee trouwens. Even kijken. Maar dat betekent dus trouwens ook dat mijn huis waarschijnlijk onbewoonbaar gaat worden, jongens en meiden. Voor een tijdje. Omdat er dus ook een hele nieuwe vloer en alles in gaat moeten. Dus dat betekent ook automatisch dat ik waarschijnlijk een maandje mijn huis uit moet naar een andere plek toe. En daar ben ik dus ook mee bezig geweest de laatste week. Ik sta hier trouwens met die brandblusser in mijn hand. Kan ik iets niet hier ergens neerzetten? Waar zou dit leuk zijn? Kijk, ik zat te denken aan hier of zo. Want die brandblussers die gaan dus, zoals ik al zei, weg daar. Kijk, hier staat die ook wel cool, toch? Pas wel in de garage, vind ik. Maar omdat dus de vloer gelegd gaat worden, allerlei andere dingen hier aangepast gaan worden, moet ik dus inderdaad een weekje mijn huis uit. En dat betekent dus ook, of een weekje, een maandje misschien wel iets langer. En dat betekent dus automatisch ook dat ik waarschijnlijk een huis ga huren in Rotterdam, jongens en meiden. Toch in de stad, maar dan huren, inderdaad. Voor een korte tijd. En ik heb daar dus al gesprekken over gehad. Misschien dat ik dat binnenkort ook eventueel in de vlog al kan gaan laten zien aan jullie. Maar ik wil dat alvast eventjes vertellen, omdat ik... Het is al binnen 2 weken, dus dat gaat echt super snel al. Ik sta hier even mijn haak te doen. Ik ga even een andere broek aantrekken. Even een zwarte. Hey Google, gordijnen open. Het is echt een lekkere troepje in mijn slaapkamer een beetje. Maar jongens en meiden, ik vind het ook wel zelf echt fijn dat ik eindelijk een keuze gemaakt heb. In plaats van de hele tijd maar dat twijfelachtige gedoe in de vlogs. Want nu weten jullie ook eigenlijk een beetje waar jullie aan toe zijn natuurlijk. En wat jullie kunnen gaan verwachten in de aankomende vlogs. Waar ik zelf dus nu ook heel erg naar kan gaan kijken. Ik ben mijn broek kwijt. Maar ja, dat twijfelachtige gedoe, daar wordt natuurlijk helemaal niemand happy van. En ik zelf ook niet. Dus ik moest echt even knopen doorhakken. Goedemorgen. Zo, hebben die eenden over mijn auto heen gelopen of zo. Hoor je, een dikke flats. Kijk, gewoon van hier helemaal naar de onderkant van het raam. Wat is dit nou weer? Lekker, ja, ik moet hem ook niet voor de deur neerzetten. Ik heb een prachtige overkapping. Gewoon die carport die je daar ziet in de verte. En dan zet ik hem alsnog hier zo voor de deur neer. Dat is ook dom ook. Zo, we gaan even lekker alles open doen. Een gordijntje open. Dit vind ik wel cool. Dat je zeg maar hier een gordijntje hebt, aan de achterkant een gordijntje in deze auto. Oh. Even richting het dorp, muziek op. Woe! Hey, 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 hey. Godsamme, vibe kill, Alex van Dun. Kan je dit alsjeblieft nooit meer doen? Wat? Wat? Ja, wat ja? Ik was muziek aan het luisteren en dan ga jij mij ineens zitten bellen hier. Oh, nou, boe, boe. Ga je heen? Ik ga even naar het dorp. Wat doen? gaat je niks aan. Hoezo moet je weten wat ik in het dorp ga doen? Ik vraag toch ook niet wat jij aan doet? Ik vind het echt heel apart hoor, je bent bezig bent hoor. Je bent er helemaal de weg kwijt. Ja, dat klopt. Ja, ik ga naar het dorp. Ik ben helemaal de weg kwijt. Ja, ik heb gehoord dat je weer helemaal tanks had bestellen. Ja, je ziet het. We zijn er. Sowieso. Oké, wat de fuck ga je doen in het dorp dan? Ik ga even eenenvoer halen. Ja, check eens even wat hier ligt. Pluimvee. Een hele grote zak. Dit is voor de eenden. Vandaar dat ik even de auto ingestapt was. Aangezien al het voer voor die beesten op was. Wat zijn natuurlijk eigenlijk verwende beesten. Ze kunnen gewoon prima overleven in de natuur. Maar toch komen ze elke keer naar mij toe. Ach ja, ik ben een dierenvriend. Ik hou van ze. Dus vandaar. Ik doe het met liefde. Terug thuis jongens. En die Pookie is zo'n ondeugende kat. Hè. Die Pookie is zo'n ondeugende poes. Kijk. Let op. Kijk. Kijk wat ze doen. Ik heb er nu... Hier zie je? Ik heb nu voer. Ik heb die voer neergezet, maar die katten kunnen er niet door. Zie je? Oh, Pookie. Pookie zit gewoon uit te halen. Pookie zit echt gewoon uit te halen. Pokkenpoes. Echt een pokkenbeest, jongen. Kijk hoe gefocust die is. Hé, dat zijn eentjes. Jongens, welkom bij de dierenboel Latoy. Wacht, we gaan anders proberen. Jongens, Pookie is echt niet te vertrouwen met die... Oh! Pookie is echt niet te vertrouwen met die ene. Pookie! Deze kat, jongen. Hij pakt ze gewoon, hoor. Oei. Oké, nou, ik heb hier het voer. Gelukkig. Kijk eens, die kunnen lekker gaan happen. Pookie pakt die eenden echt sowieso 100%. Die zit zo erg op de loei. Je ziet het, hij probeert zijn kop er doorheen te steken, zijn poot er doorheen te steken. Hij wil... Maar ik vraag me af of hij ze echt doodbijt ook. Ik weet het niet. Ik wil het ook niet weten ook. Maar echt een gevaarlijke... Het is gewoon een spelletje tussen leven en dood hier eigenlijk. Voor die beesten. Oké, ik ben gewoon benieuwd jongens. Let op. We hebben de Pookepoes. We gaan de Pookepoes gewoon even meenemen. Kijk. Wat doe jij Pookepoes? Wat? Oh, de Pookepoes vindt dit zo... De Pookepoes vindt dit zo interessant. Dit nieuwe katje, jongens. Nou ja, we hebben hem nu al... Trouwens, ik heb hem nu echt al bijna meer dan een half jaar, denk ik. Maar dit is zo'n jagertje. Zo'n ondeugd. Dit beest. Vooral met die ene. Zo, even lekker uitharen. Jij, kom maar. Ach, even lekker. Ai. Ik vertrouw dit beest echt voor geen meter. Dit is echt een stoute. Shout-out naar de Pookepoes. Dit is toch te schattig. Ik moet even fluisteren. Deze beestjes vertrouwen mij gewoon helemaal. Zelfs als ik zo dichtbij ze zit. Kijk, dan stoppen ze gewoon lekker hun hoofdje in de vacht. Dan zijn ze niet bang voor me. Ze vertrouwen me echt. Oh, nu schrikken ze. Ze zijn helemaal niet bang voor me. Ik ben er maar eens even bij gaan liggen. Oh, in het zonnetje. Kijk eens wat lekker hè. Het is 14 graden, maar toch zit ik hier prima uit de wind. En voelt het heerlijk aan hier. Oh, ik hoop echt dat we een beetje een lekkere zomer gaan krijgen jongens. En zo ben ik weer in de auto gestapt jongens met de muziek. Ja, komt ie weer. Oh, en ik ben dus net gebeld door mijn vader, jongens en meiden. Het verhaal wat ik... ik doe even mijn dakje weer dicht, zodat ik weer weet te verstaan ben. Het verhaal wat ik vanochtend vertelde over het huurhuis. Ik mag dus vanavond zelfs gaan kijken daar al. Het is dus eigenlijk een bezichtiging. Niet om te kopen dus nogmaals, jongens en meiden. Maar het is een bezichtiging om te checken. Want begin mei ga ik daar dus in. Dat betekent dan dus ook dat ik 2 huizen heb op dat moment. Maar ja, dat, wat ik al vertelde, dat is dus handig omdat mijn ene huis dan verbouwd wordt. Maar even, hoe leuk is dat? Dat betekent dus dat ik ook kan meemaken dus hoe het is om weer in de stad te wonen. Dus eigenlijk de perfecte oplossing gewoon, jongens en meiden. We rijden nu hier langs, kijk eens aan. Langs de Maas Boulevard hier aan de linkerkant. Het prachtige uitzicht op de skyline. Het is dus wel echt een super mooi appartement. Het is een penthouse zelfs. En ook bij de Zalmhaven. Dus die hoge toren, alleen dan niet de hoge toren zelf. Jullie gaan het in de vlog dus vandaag allemaal zien. Ik had niet verwacht dat ik het vandaag aan jullie kon laten zien. En tegelijkertijd dus ook al kon vertellen. Maar is echt super leuk. Een nieuwe stap dus ook voor de vlog straks. Want ja, als ik dus op 2 plekken ga wonen is het natuurlijk ook even compleet anders voor de vlogs. Maar ja, we gaan dan wel zien hoe het gaat lopen. Ik vertel dit trouwens nu super luchtig eigenlijk, maar ik vind het echt super gaaf. En echt heel erg leuk dat ik dit dus nu ga doen in de maand mei. Ook een super goede combi uiteraard. Zo kon ik aan de ene kant de stad proeven en gewoon wat ik dus eigenlijk ook wilde. Heel erg leuk. Maar heb ik wel gewoon lekker mijn huis waaraan verbouwd wordt en al het interieur wordt aangepakt, zodat het daar ook lekker in doorgaat. Dus het is echt perfecte oplossing. Kijk, ik ben er eventjes heen gereden. Vanavond moet ik daar dus zijn. Ja, dit is de echte Zalmhaven. Dus dat is echt het hoogste gebouw van het Benelux. Dat weten we nu onderhand wel. Maar er staan dus ook twee torens naast. En daar is het dus volgens mij als ik het goed heb. Kijk eens aan. Deze twee torentjes hiernaast. Ja, die zijn dus eigenlijk best wel klein vergeleken met de hoge die je daar ziet staan. Hier is het dus ergens, dacht ik. Oh! Woe! Oh jongens, er rijdt een auto achter me. Er rijdt een auto achter me. Oh, oh joh. Hoi, joh, 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 jongens. Dit wordt leuk, dit wordt leuk. We hebben pech. Waar sta je dan? Met je Porsche. Naast de weg. Dat rijmt. Oi, oi. Nee hoor jongens, gelukkig niet. Ik moet even, kijk eens aan, ruitenwisselvloeistof bijvullen. En dat gaan we mooi doen, wat een mooi blok hè. Kijk eens even, die dikke V6. En hier zo moeten wij dat er mooi in gaan gooien. Check eens, top. Trechtertje erbij gekregen. Zo, dat is genoeg. Kijk eens aan. Hallo, bijna over. Hoppa. Zo, jeetje. Echt tot het randje. En dan kunnen we de kap weer mooi dicht doen. Kijk eens. Hop. En dan de enige vraag is nu, geeft de auto de melding nog aan? Even kijken. Panamera. Rechts onderhoud vereist. En that's it. Mooi. Onderhoudsbeurtje heb ik ingepland. En dan is deze hele auto weer tip-top in orde. Goed geregeld. Goeiedag. Hey. Goeiedag. Goeiedag man. Zo. Hey. Is dit? Ja, goed met jou? Ja, gaat goed. Wat zie je er goed uit vandaag? Ken je dat shirt nog? Die hebben we ooit samen gekocht. Zo jongens, ik ben hier al lang niet geweest. Huh? Jij hebt gekregen zelfs. Oh, zelfs dat jongens. Je weet het niet eens. Deur dicht. Ik ben in het huis van Bo en Jelle. Hebben jullie die... jongens, ik heb nog nooit in dit huis de gordijnen open gezien. Nee. Dan komt wel bij enkel glas hebben. Ben je ontwaakt uit je depressiviteit of zo? Dan komt wel enkel glas hebben. Kijk eens, wat een licht in dit huis. Ja, dan moest je de kou buiten houden. En dan moet je altijd in het donker zien. Je wordt echt depressief. Ik denk dat mensen dit nog nooit in mijn vlog gezien hebben. Ik denk dat mensen... Letterlijk, hoe? Ik ken jou 2, 3 jaar. Ik wist niet eens dat jij een balkon had. Nee, dit balkon niet. Ik wist niet eens dat jij hier... Wat gezellig is het nu, hè? Ja, dit is wel beter. Zo zie je maar wat licht met een huis doet, jongens. Zal ik je nog eens vertellen? Nou. Jij kent deze twee toch nog? Ja. Nee, ik ga het niet zeggen. Ja, jawel, jawel. Nee, zeg dan, leg dat verhaal uit dan. Nee, ik ga niet op camera. Oh nee, dat kan je niet uitleggen op... Nee, dat kan niet. Nee, want dan... Dan moet je het terug inleveren. Deze man heeft gewoon op een bepaalde manier gratis een televisie gefixt. Niet mij, zeg maar, niet, ik heb er niks aan gedaan. Het is niet dat ik het gestolen heb ofzo. Het is gewoon een gelukje. Gast, echt niet. Je hebt hem deels gestolen. Nee, man. Omdat je dat niet eerlijk... Nou, ik ga... Stil ook zo'n ding. Ik ga er niet verder op in. Zo, is je vriendin ook thuis? Die heb ik lang niet gezien namelijk. Ja, maar. Misschien wil ze wel die pyjama voor je aantrekken. Wat hè? Is ze hier of niet? Hoi, oh, ja, in de slaapkamer. Nee, daar mag ik niet in hè. Mag ik niet de slaapkamer in met Bo? Ik zie er echt niet uit. Ik heb de hele dag geleerd. Hey! Hoi, nou niet gezien. Ik laat je wel met rust. Nee, ja. Dat maakt niet uit. Zo, Jelle, heb jij een lekker beach voor mij? Ja. Nou, dat is fijn. Ik heb Heineken. Goeie. Jelle wil maar wat laten zien. Oké. Okay. Dit appartement is prima, maar die apart... Wat betaal je ook voor huur per maand? €870. Kale huur. Kale huur. Dus komt nog gas en licht bij. Ja, en je huurt zodat alles geregeld wordt. Ja. Nou, kijk onze badkamer. Hoe fucking rampig dit is. Hoe verouderd dit is. Kijk dan. Pik. Pik. Wat gadverdamme. Maat, dat is niet onze schuld. Pik. En ze laten jou hierin zitten. En ze komen het niet fixen. Zeg maar, je staat op de poepen onder je douche. Ja, kijk. Alles is verrot. Je moet daar rechtsboven in de hoek kijken, daar is alles schil. Gadverdamme. Ja, ik heb dit dus thuis ook, maar dit is nog wel even 10 keer erger, zeg maar. Omdat er geen afvoer zit. En er zit ook geen raam. En ze komen niet oplossen voor je. Ze komen niet oplossen, want we hebben anderhalf jaar ook al een keer gemaild. Maar je stapt gewoon vieze douche uit, dan dat je erin stapt. Gadverdamme, ik zou er ook echt niet in willen douchen eigenlijk, inderdaad. Ziek, hè? Zielig. Ja. Dus nou, hopelijk als we dit zien, denken ze van... Misschien moeten we toch even... Wat zijn die verhuurders dan? Ze laten je ook gewoon met enkelzijdig glas. Dan kan je de gordijnen niet open doen. Ja, en dit is dus... En dan heb je het over het milieu, maar wij stoken dus... Kijk, als je één balje tegenaan gooit, dan klap je hele ruit eruit waarschijnlijk. Ja. Ja, dat moet je ook niet doen. Koud. Het is altijd koud. Daarom is het altijd zo'n donker hol. Ah, kijk dan wat schattig dit. Oh. Oh, ik dacht dat jij aan het koken was. Nee, ja, ik had net AVG'tje gemaakt. Koken op de wasmachine. Hey, let's go. Ja. Lekker. Ja, gaat dat hier. Oh, dit ruikt lekker. Ja, maar dan piept. Kippendijtjes. Ken jij piepgroenten? Piepgroenten. Ken je dat niet? Ja, dat gaat piepen als het klaar is. Nee, je gaat piepen bij je kiezen. Ken je dat niet? Oh, weet ik veel. Ja bro, ik heb geen idee. Ziet er lekker uit. Ja, we hebben kleine bordjes. De rest zit in de vaat. Ja jongens, kijk, dit is een vaatwasser. Zie je dit? Ja, dit is een vaatwasser. En die staat nu aan. Ja. Jongens, dit is wat Jelle kijkt. Rijk Hofman, Don de Jong, Boos, Stefan de Vries, Stuk de... Waarom sta ik pas hier? Waarom? Je kon niet meer in de vlog. Ze kijken niet meer. Je kon niet meer in de vlog, dus ik sta gewoon hier. Ik ben gedegradeerd. Chemical, Jada, Anna, John Olsen, Boef, Range, Sjoko. Dit is ook op TikTok. Ai. Dus morgen, ik neem aan dat ik morgen weer bovenaan sta. Ja, want dan staat een fotootje. Dan staat, oké, dan staat hij weer. Dit is echt heel confronterend. Dit is een soort privé gewoon dit. Ja, snap je? Ik heb dat ook altijd. Ook als je in Airbnb's bent en je opent die zoekdingen, dan ben je altijd van, oké, wat zal er staan of zo, weet je wel? Ja, jongens, dit is een goed nummer. Chemical van Post Malone. Ja. Hier ligt het. Jongens, kijk eens, het zonnetje in de rug. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik heb mijn best gedaan. Wat gaan we eigenlijk eten? Dit is kippendij, een beetje boontjes en een beetje aardappeltjes. Lekker. Bo, bedankt voor het eten. Ja, graag gedaan. Oh, ik dacht ik doe jou nou, maar dat gaat niet, hè? Nee. Oké, hey, tot ziens. Neem je alvast mee? Huh? Neem je alvast mee? Heel veel succes. Zit er daar een beetje condoompjes in, hè? Dat ga ik ook niet zeggen. Alle gekkigheid even weg. Jongens en meiden, we gaan de auto in. Ik ga even lekker een kauwgompje nemen. Jelle gaat instappen. Oh, liedje. Mijn nieuwe favoriete tune, jongens. Ja, dat snap ik. En waar wij nu op dit moment heen gaan is de Zalmhaven toren. Want we gaan dus bezichtigen. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Ik ook. Ik heb het appartement uiteraard natuurlijk ook nog niet in het echt gezien, jongens. Maar alleen op filmpjes. Dus ja, in het echt uiteraard wel even helemaal anders altijd. Maar we gaan het zien. Het is 10 minuten rijden vanaf hier. Dus lekker in de buurt. Dichtbij. En ik ben echt zelf ook super hyped en benieuwd. Steekt hem over. Ik ben toch een vriendelijke jongen. Ja. Ik ben zo'n vriendelijke jongen. Enorm. Ja, totaal niet uit de hoogte, totaal niet arrogant. Gewoon lief. Nee, maar ik ben echt super benieuwd. Het is namelijk, op de filmpjes zag het er prachtig uit. En we gaan het zien. Oh, alleen deze weg al rijden. Als je hier zo voor je kijkt, jongens. De Maas Boulevard. Ik reed er vanmiddag natuurlijk ook. Maar we gaan kijken. Kijk, ja, hier de prachtige Erasmusbrug. Oh. Erasmusbrug vlucht. En daarachter de Montevideo. En nou, eigenlijk hier ook recht voor zijn neus. Kijk, daar zie je hem net op de hoek, de Zalmhaven. Maar dat is hem dus niet, nogmaals. Ik ben echt benieuwd, man. Ja, ik ook. Het is een penthouse, hè? Ja, het is een penthouse gewoon, hè? Dat is echt dik. Ben jij... We zijn een keer in een penthouse op Montevideo geweest. Ben jij vaker in een penthouse geweest? Ja, ik ben wel een paar keer in een penthouse, maar niet vaak. Ja, nee, maar dit is gewoon... uniek, hè? Fucking dik, eerlijk. Jongens, ik ga dit gewoon huren in mei. Hoi, yo, hoe lijp! Nou, mijn vader is daar in ieder geval ook. We komen echt over 3 minuutjes aan. En dan zijn we er. We staan in de parkeergarage. Het is nu even wachten tot mijn vader hier zo komt, jongens. De vorige keer was ik dus mijn parkeerkaartje hier vergeten. Toen hadden we echt een half uur gestaan. Toen moest ik €23 afrekenen voor een half uurtje. Ik heb hem nu gelukkig in de auto laten liggen. Ben je ooit je parkeerkaartje kwijt geweest? Bro, dat is... Ja, 1 keer. Ik heb dat zo vaak gehad al. Jullie van ons lag. Nou? In de winkel nog. We zijn gaan zoeken. Oh, je hebt hem wel teruggevonden? Ja, die was aan het vegen en we zijn misschien ligt hier tussen. Lag ons verkeerd. Echt? Dus je hoeft het niet te betalen uiteindelijk? Nee, uiteindelijk niet. Ik heb een keer in Amsterdam, jongens, €150 moeten afrekenen. Oh, verschrikkelijk. Kijk eens, jongens, daar lopen we erop af. In de verte zie je de Euromast er bovenuit steken en hier zie je de 2 torens staan. En daar zie je mijn dikke vadertje aankomen. Hallo! Hallo! Zo, zin in? Zo, ja. Ik ben echt benieuwd. Ja, hè? Ik heb er echt zin in. Hij heeft een eigen ingang, zei ze. Even kijken, hoor. De 2e toren, oh man, dat is... Hij zegt ook gewoon geen gedag. Ja. Ja, ik ben even helemaal... Hoe is het? Ik ben even aan het denken, want ik zat... Is net... Eén van die 2 is het. Dat gaan we nu checken. Ja. Let's go. Wij staan hierboven en... zijn we ready? Aan jullie de eer? Jullie maar eerst? Er is ook iemand anders bij trouwens. Dat is... Nicky. Ik zal je even filmen trouwens. Hi! Ja, zo, wauw. Ja, het is mooi dat het wel schijnt, het scheelt ook weer. Wauw, zo jongens, dat is letterlijk mijn eerste reactie. Dit is echt prachtig. Zo! Zoals ik al dus verteld had, dat is inderdaad een penthouse. De 21ste verdieping is het inderdaad. Dus dit heeft als enige gewoon twee etages aan de bovenkant, zoals je ook ziet aan de overkant. Zo. Dit is wel echt prachtig, man. Dit is echt... Wauw, kijk dan. Ik kan zo zien waar ik woon. Je zit hier ook goed op de zonkant zo te zien. Ja, ik ben blij dat de zon daar mooi doorkomt. Ja, het is perfect nu inderdaad. Het is wel mooi dat je zegt vanavond om 6:30 zou kunnen. Misschien een klein soort van zonsondergang inderdaad. Ja, nou, dat duurt wel heel lang, ja. Nou, wat ik al zei, dit is mijn allereerste keer dus ook dat ik hier binnenkom, jongens. Dus dit is ook echt mijn allereerste reactie. Er zit ook al een mooie keuken in. Het is dus ook straks gemeubileerd. Dus dat is natuurlijk ook top. Want anders zou ik allemaal eigen meubels moeten kopen. En dat komt natuurlijk niet goed uit. Mooie keuken ook. Ja. Heb je geholpen bij de styling? Of, nee, eigenlijk niet echt. Het is wel mooi. De rest van de meubels wel een beetje. Daar hebben we wel een beetje samen naar gekeken. Maar de keuken heb ik niet aan meegedaan. Het ziet er wel goed uit. Echt. Zo. Is niet verkeerd? Dat is ook mooi. Echt lijp, hoor. Kijk eens. Oh. Wauw, ook perfecte uitzicht met mijn oude woonplek, jongens. Je ziet hem net niet. De toren daarachter, de Montevideo. Wauw. Ook mijn allereerste stappen hier op het balkon. Ik ben gewoon eigenlijk een beetje stil, jongens en meiden, van dit prachtige uitzicht. Ook daar op de Maas. Hier rechts daar zie je nog een ander deel van Rotterdam. Maar het leuke aan dit appartement is dus, je hebt twee verdiepingen. Dus dit stuk wat je hier zo ziet, dat hoort er ook nog bij. Ik volg jou gewoon. Ja, Oké, ik kom mee. Oeh, kijk eens. Zelfs dit. Dat was nog niet eens opgevallen. Mooi. Dan hebben we hier... de trap die moet nog gedaan worden, maar zoals je ziet gaan ze ledverlichting maken op de trap. Oh, oké. Gaaf. Ja, jullie zijn er ook helemaal stil van, of niet? Ja, ik vind het echt vet, man. Ja, heel vet. Hier heb je gelijk de badkamer. Oh ja, want hoeveel badkamers heeft het? Het heeft twee badkamers. De tweede die is er extra bij gemaakt. Okay. Toch in zo'n huis is het wel ideaal als je gewoon twee badkamers hebt. Eén douche dan net te weinig. Kijk, net mijn badkamer gevuld. Ja, dat contrast. Inderdaad. Zo, dit is wel top ook. Mooi bad. Heel leuk. Mooi die tegels hier. Mooie douche. Groot. Ja. Perfect. Oh, wow. Check die douche. Kijk dan. Die komt inderdaad echt niet uit op het plafond. Wat gaaf, joh. Ik wil het nog niet zeker. Doe het licht. Ja. Oh, hallo. Gaaf. Maar het moet ook nog weer afgewerkt worden. Ja. Nou. Hier heb je nog een extra kamer. Ook heel mooi. Dit ook. Hier zit de wc. Dus ook niet geheel onbelangrijk inderdaad. Nee. Top, ook mooi afgewerkt inderdaad. Ja, en hier dit was eigenlijk dit één ruimte. En toen hebben we besloten dat de ruimte eigenlijk net iets te groot is. Ja. Zeker ook door al die ramen. En vonden het eigenlijk mooier dus als er dus een extra badkamer is. Oh ja. Dat is ook een douche inderdaad. Komt hier dan nog een deur of iets? Ja, volgens mij wel. Wow, ik ben er gewoon echt stil van. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ja, hè? Ja, dit was het idee om een inlooppasje te maken. Okay. Hey, ik vind dit echt mooier gewoon dan de appartementen die we eigenlijk bezichtigd hebben. Zie je niet? Ja. Ja, die gordijnen zijn allemaal tijdelijk. Er komen gewoon op het glas. Ja, misschien ook de lichtval nu natuurlijk. Perfecte moment van de dag misschien wel. Ik heb best wel een groot appartement gezien, want dit is een van de mooiste. Ja. De indeling. Kijk, hier nog even. Hoeveel licht ben ik ook wel zon. Ik zie een watertaxi gaan daar. En het is groot normaal. Kijk. Ja, wat wij ons voorstellen is dan licht op het bed. Ik loop nog eventjes rond hier. Het gaat natuurlijk nog even lekker, omdat er helemaal geen meubels of niks in staat. Maar het is overal, elke kamer is gewoon prachtig. Elk uitzicht is mooi. Wat vind je? Wat is je eerste indruk? Ja, ik vind het heel mooi. Ja. En wat jij zegt, wat we tot nu toe gezien hebben, is dit in principe wel het mooiste. Ja, ik vind het ook wel. Ja, het komt misschien... En omdat je hier dat balkon hebt natuurlijk, gewoon echt best wel lekkere buitenruimte. Ja. Super mooi. We zijn weer even op de benedenverdieping. Dit is uiteraard de grootste kamer die je hebt. Hier kijk je ook nog mooi uiteraard op het terras. Echt, ik kan alleen maar zeggen dat het echt een prachtig gebouw is. Ja, heb je gezien hoeveel ovens er zijn? Kan je wel prima koken. Als we lekker een thumbnail-fotootje maken. Lekker wel gemakkelijk, hè? Wat is jouw eerste indruk dan? Ik vind dit echt, en dat meen ik serieus, het dikste appartement wat ik heb gezien. Ik vind het zelf nog dikker dan dat. Daar ben je ook geweest natuurlijk. Ja. In de Montevideo, in het penthouse daar, ja. Ja, maar dat gaat wel echt weer 10 stappen verder. Ja, die kost 7 miljoen, hè? Dat is echt alles. Ja, het is echt mooi. Net stonden we daarboven in die kamer. Ik twijfel nu gewoon. Niet over dit dan, maar over later. Even doorsparen. Ja. Huis. Wauw. Nogmaals, wauw. Weet je wat ook echt ziek is, jongens? Dat je natuurlijk gewoon de Erasmusbrug ziet. Kijk eens aan. Je kijkt hier natuurlijk op echt de grote hoge Zalmhaven. Je ziet ook hoe hoog die gaat. Maar dit is dus het penthouse. Dus dit is, je ziet hoe hoog we zitten. 21e verdieping. Dit is het uitzicht. Daar woonde ik vroeger. In die toren wonen ook mensen die ik ken. Prachtig. Ik wil je eigenlijk nu opblijven. Super, super dik. Kijk dan, vliegtuigovergaan. Leuk man. Nou, laatste blik nog even op het uitzicht. Je blijft kijken. Ja, ik heb dat ook. Ik zei net ook al, je blijft kijken. Ja. Daar nog op de stad. Daar zie je een best wel bekend Rotterdams gebouw. Best nieuw ook nog. Ik denk dat we het wel gezien hebben zo. Mooi. Die heb ik nog gemist. Daar zit nog een extra toiletje. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Prachtig. Zijn er zelf niet willen wonen? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik denk dat ik nog even hard mijn best moet doen. Ja. Nee, het is echt, echt ontzettend mooi. We staan weer even in de lift met z'n allen. We zijn jammer genoeg de appartementen eruit. We gaan nu nog even kijken bij de parkeerplaatsen. Want Nicky vertelde dat je 2 parkeerplaatsen hebt. Ja, klopt. Perfect. Kijk eens, mooi 2 plekken. Nou, perfect. Perfect. Ga je ze alle 2 heen halen? Waarschijnlijk wel. Ja? Ja, tuurlijk. Ga ik wel een keer een dagje doen, ja. Wij hebben het er net over. Kijk dan ook hoe mooi de entree hier alleen al is. Als je dit vergelijkt met het gebouw waar ik in woonde in Rotterdam, zeg maar, al dit marmer hier zo ziet er zo super mooi en strak en afgewerkt uit. Echt top. Nou, hier dit ook mooi. Wauw. Wauw, wauw. Oh, ik heb nu al 30 keer wauw gezegd, jongens. Dit is toch prachtig. Dit is toch ziek. Ik ben verliefd, ja. Echt heel verliefd. Oh. Jongens, 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 jongens. Dit... Oh, nee. Ziek, hè? Ja, dat was heel ziek. Ja. En eigenlijk zie je pas helemaal bovenin heb je dezelfde grote ramen als wat die daar bijna ook nog heb in het winter. En zo zijn we weer terug bij de auto. Oh, en ik moet heel nodig naar het toilet. Ik had het eigenlijk nog even boven moeten doen. Had ik er voor het eerst aan naar het toilet kunnen gaan. Maar ja, vergeet het te vragen. We gaan even de auto in. En gelukkig, ja, jongens, ik heb nu wel een parkeerkaartje. Hé, hij ligt daar. Ja. Dat moeten we eerst doen. Oh, ik heb hem gelukkig bewaard. We zeggen nog eventjes toedeloe tegen de toren. Zoals ik al gezegd had, nu is het dus natuurlijk nog zonder meubels. Maar als ik er dus in ga, dan is het wel met meubels uiteraard. Want ja, anders moet ik dus alles gaan kopen. Sowieso zit ik in de maand mei erin, dus dat is hartstikke leuk. Maar misschien ook de maanden daarna nog. Dat is een beetje de vraag natuurlijk, hoe erg ik het naar mijn zin ga hebben. En hoe leuk ik het vind om... dit appartement er even bij te hebben, maar ik vond het echt zo super dik eruit zien. Ik heb een vraag heel voor je. Vertel. Mag ik een nachtje blijven slapen? Ja, dat mag gewoon. Als jij je luchtbedje meeneemt. Ja, een luchtbedje. Joh, ik ga op de grond liggen, man. Nou, we gaan nu echt lekker terug naar mijn huis, jongens. Ik moet echt... Oh, ik plas bijna in mijn broek. 20 minuten! Oh! Zo. Dat ga je niet volhouden. Maar ja, ik kan nu al dus niet wachten om een Ferrari en die Porsche daar neer te zetten. Ja, je zei het net, hè. Dat is toch dik? Dat je gewoon aankomt, dan hoor je dat galmende geluid daar in die garage zo. Oh, ik denk dat ik mijn eerste dag daarheen ga met de Ferrari. Ja, dat snap ik. Ja. Oh, jongens! Het is zo dik, het is zo dik. Het is echt dik. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. We kwamen natuurlijk ook wel echt op het perfecte moment. Straks gaat de zon onder, over een uurtje. Oh, ik kan echt niet wachten. Zo'n leuke twist dit ook. Maar eigenlijk, ik kan het dus wel meerdere maanden huren. Misschien is het wel gewoon leuk om daar de hele zomer te zitten. Om van 2 jaar. Als heb je zeg maar, ooit eerder zo'n gevoel gehad dat je bij een appartement zag dat je dacht van alles klopt. Echt alles klopt. Ja, het is echt ziek. Het is echt dik. En ja, ik had hem netjes opgehangen, de laadkabel. Kijk, doen we die er weer mooi netjes in. Thanks. Zo, dat is echt top jongens straks. Dan kunnen we gewoon afwisselen, ook met de vlogs van hier en daar. Je hebt daar geen stroom. Huh? Je hebt daar geen stroom. Ik kan niet laden daar, nee. Nee. Ah, boeien. Maar het is geen elektrisch auto. Nee, dat maakt het niet uit als ik mijn auto daar niet kan laden. Zo, en nu zijn we eigenlijk thuis. Dan gaan we plassen. Let's go, let's go. Touch the open. Yeah. Ja, ik kan ook niet wachten om die daar dan, zeg maar, neer te gaan zetten. Dat lijkt me echt lauw. Ja, ik moet even nu even heen rijden. Ja. Yo, mag ik even naar binnen? Zo kan je trouwens wel echt heel goed vergelijken of je nou dan hier inderdaad binnenstapt. Of daar in dat appartement in Rotterdam. Dat huis staat trouwens dus ook te koop voor 1,7 miljoen op Funda. Alleen ik ga het dus huren, zoals ik al zei. Dus niet kopen. Ja, het heeft allebei zijn charme zo, hè. Dit is ook wel lekker zo thuiskomen met de katjes. Hé, hey, Snies! Het is heel rustig gewoon. Oeh, hè? Het is echt stil gewoon zo. Ja, er komt een snif ook. Hallo snif. Hallo. En nu zitten we lekker hier een wijntje te doen in de tuin. Hij is al bijna op. Straks kan het op het balkon daar gewoon. Ja, ik heb er echt zin in, maat. Het is echt lekker. Hoezo is het niet huis? Nee. Oh, je mag gewoon nog je blijven slapen. Ja, dat is gezellig. Oh. Oké, ik ben veel te hyped al, jongens. Het is bij me zuur. Zeg, er belden net 2 jongens aan, rond de 16 jaar oud. Wat zeiden ze? Ze zeiden... ik begon gelijk met, ik ben alleen thuis. Ik denk, dan hoef jij niet te komen. Toen zeiden ze, oh, zijn je moeder en vader niet thuis? Hij zei, ja, echt zenuwachtig. Ze wisten sowieso dat jij hier woonde. Yo, maar zijn je vader en moeder thuis? Nee, helaas niet. Ah, shit man. Dus ja, toen moet je zeggen. Wat een slechte smoes ook gewoon. Alsof jouw moeder en vader, joh. Had ik ook gedaan. Hoi. Zijn je vader en moeder thuis? Stel je voor, ouwe. Oké, wij gaan maar eens een potje FIFA doen. Ik ga met Excelsior en Jelle gaan met PSG, want anders is het... Ik kan niet winnen. Nee, nou ja, ik kan het niet winnen. We gaan straks de eindscore filmen. Niet zo doen. 3-0 Excelsior. Ja, oké. Misschien is Excelsior gewoon echt de shit. Oké, als ik er echt nog 2 maak binnen nu een 10 minuten... In 13 minuten 3-0 achter. Dan mag jij iets beter team. Excelsior is echt te slecht op FIFA, jongens. Ja. Yeah. Je hebt wel verloren. Ja, oké, ik heb verloren. 6-4, jongens. Maar wel gewoon op die 4. Maar Sam, het was gewoon nog een spannende wedstrijd gewoon. Oké, welk team? Nu moet jij in middenklasse. Middenklasse. Wat is een middenklasse? Ajax. Ja. Tot ziens. Ik vond het echt leuk. Nog even oefenen in FIFA. Gaat je ding. Jij hebt me niet verteld wat er net is gebeurd. Nee, dat klopt. Mag ik het zeggen? Camera gaat uit in 3, 2, 1. Doei. Je bent net gestopt, je bent weggelopen. Toen ik 2 keer een lopje deed en je 2 keer aan het verliezen was. Toen ben je weggelopen. Ik speelde met Excelsior. Nee, je had... Hou je bek! Ik moet echt weer naar de kapper. Oh, ik zat net even in de spiegel te kijken. Ik moet weer aan een knipbeurtje, jongens. Mijn haar is weer super lang aan het worden. Dus dat betekent dat ik weer geknipt moet worden. Kijk dan. Dat zien jullie waarschijnlijk niet, maar ik zie dat wel. Ja, ik denk dat ik nog even lekker wat ga kijken hier zo op televisie. Ik ga het ook lekker hier wel laten, jongens, meiden. Morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Ik hoop jullie allemaal weer te zien. En dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken naar deze vlog. Want er komen hele leuke vlogs aan, dus zoals jullie allemaal weten. En bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg la!